Hallo. Tof dat u ook naar mijn tweede filmpje kijkt. Voor Halle, de deelgemeente waar ik woon en werk, willen we de prioritaire punten uit ons programma toepassen. Voor de stop aan de stijgende uitgaven zit ik in de werkgroep PPS. Dat staat voor publiek-private samenwerking, Halle, waar ik de tering naar de nering wil zetten en wil bewaken dat er alleen zinvolle en haalbare projecten worden gerealiseerd. In verband met de landelijke en leefbare gemeente denk ik aan een verlichte Finse looppiste in het park van Halle, dat geschikt is voor de stroever wordende gewrichten van onze medioren en senioren en die het huidige slijtparcours vervangt. Het park in Halle is geschikt voor de sporter van Sint-Antonius en van Halle, zodat we besparen op de looppiste van Sint-Antonius. Ik wil me verder inzetten voor het behoud van het groene erfgoed, zoals ik in het verleden de veroordeelde laanbomen in de Eikenlaan heb gered, maar spijtig genoeg te laat kwam voor de prachtige bomen door de bloemenwijk. Inspraak ook na de verkiezingen wil ik verwezenlijken door echte hoorzittingen rond de optilzijnde veranderingen in Halle. We luisteren dan naar de wil van de bevolking, nog voor de beslissingen zijn genomen, bijvoorbeeld en onder andere rond de plaats waar de nieuwe school gaat komen en wat er gebeurt met de vrijgekomen gronden. Ook het gemeenteblad wil ik loskoppelen van de beleidsploeg met een vooral onafhankelijke hoofdredacteur. Voor het thema van de kleine burgervriendelijke projecten denk ik vooral aan de herwaardering van de antenne van het oud gemeentehuis, annex bibliotheek. Onvoorstelbaar toch? Hoe weinig openingsuren men nu aanbiedt, met zelfs sluiting in de vakanties, hoewel het budget voor het gemeentepersoneel procentueel zowat het hoogste is in Vlaanderen. Ik zie een omschakeling naar een waar ontmoetingscentrum met forse uitbreiding van de openingsuren, waar een koffiehoek aan de bibliotheek wordt gekoppeld, waar men al de Vlaamse kranten kan lezen en vooral elkaar ontmoeten. Ook een kleine crèche is een reële mogelijkheid. Voor mobiliteit en verkeersveiligheid is er echt veel werk aan de winkel. Een vrachtwagensluis aan de ploeg en de heikant zou het zware sluikverkeer dat via Halle de ring van Antwerpen omzeilt kunnen afleiden en ontraden. De smalste stukken in een dorp waar erg veel blikschade optreedt zouden kunnen verbreed worden. En rotondes aan de twee ingangen kunnen zorgen voor minder en storende manoeuvres als men van richting moet veranderen. Ook zou het beurtelings parkeren moeten afgeschaft worden en meer parkeerruimte worden voorzien. De efficiënte dienstverlening vinden we terug in onze plannen voor het oud gemeentehuis. Ruimte om te ondernemen is een typisch liberale bezorgdheid. Ik zie wat dat betreft de beeldententoonstelling in de park terug opstarten in de stijl van de succesvolle eerste edities, maar met sponsoring en passend in het budget van cultuur en toerisme. Zulke activiteiten kunnen erg belangrijk zijn voor de horeca in onze gemeente. U kan me ook beter leren kennen via enkele links, waar mijn inzet voor een aantal belangrijke thema's aan bod komen. Als u onze ideeën goed vindt, willen we graag rekenen op uw stem. Ik zou u daar erg dankbaar voor zijn. Enkel dan kunnen we die ideeën omzetten in de praktijk.